Raad van 64 genomen. Leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik weer wedstrijd. En ik ben weer bij de Lilliputters in Putten. Daar ben ik al een keertje eerder geweest. En Mo is al helemaal opgesteld. Ik ben nu onderweg naar de inrijbaan. En mijn opa loopt daar achter ook. Die is ook mee. En ik hoop dat dit de laatste wedstrijd in de klasse B is. Want als ik namelijk nu 2 keer foutloos rijd, dan kan ik door naar de L. En ik krijg van jullie onder de video's vaak best wel een aantal reacties van: is het wel slim om door naar te gaan naar de L? Want ik weet er niet of hij daar nou wel klaar voor is. Want hij gaat nog soms zo hard. En ja, de ene wedstrijd gaat gewoon wat beter dan de ander. En ik denk wel dat hij er klaar voor is. En het is mijn keuze om dat te doen. En ja, ik ga zo meteen ook heel goed les krijgen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe die het dan gaat doen. Maar ik denk dat die het zeker wel kan. En we gaan kijken hoe die het vandaag gaan doen. Groeten. Succes, Destiny. Thank you.
Die... Hè? Ja, ja. Die is geen barrage, toch? Geen barrage. Nee, deze niet. Ik ben net klaar en ik heb het echt bloedheet, want het was dus indoor omdat de buitenbak een beetje nat was. Nou echt, ik had het zo heet. Maar ik ben echt zo ontzettend trots op mijn gieter. Ik ben gewoon 2 keer foutloos. Dat betekent dat ik 2 winstpunten winnen heb en ik heb er nu dus 10. Dus ik mag naar de L toe. Echt, oh, ik ben er zo ontzettend blij mee. En zo trots, mijn gieter deed echt heel goed. Heel rustig gecontroleerd. Daar was ik zo blij mee. Eerste rondje zat hij wel een aantal keer in de verkeerde galop. Of gekruist zat hij ook al. Dat was een beetje jammer soms. Maar daardoor tikte hij er gelukkig geen balken vanaf meedoorloop. En het tweede rondje ging een stuk beter. Toen zat hij ook al vaker gewoon in de goede galop. En ja, ik dacht eventjes dat ik de balk op 4 had afgegooid. Dus ik dacht al no, no. En toen ging ik dus achterom kijken. En toen zag ik gelukkig dat hij er nog op lag. En ja, ik ben echt zo, zo blij. Ik heb van, en op beide parcours heb ik 69 stelpunten. Dus ook best wel vrij hoog. Mijn eerste parcours kon ik mijn punten niet horen. En mijn tweede parcours had ik een 7 voor mijn wijze van rijden. En 6,5 voor mijn houding en zit. En een 8 voor algemene indruk. Dus dat zijn echt best wel hoge punten waar ik echt heel erg blij mee ben. En ja, ik ga dus de volgende keer sowieso een rondje L doen. Of ik nou, misschien doe ik eerst een rondje B en dan een rondje L. Of ik ga een keertje een aantal keer een oefenparcours ergens doen op een hoogte van 90. Moet nog eventjes kijken wat ik ga doen. Maar ik ga morgen namelijk op vakantie. Dus en dan ga ik 2 weken op vakantie. En daarna hoop ik L te starten. Dus ja, ik heb in ieder geval onwijs veel zin in. En ik vond echt, ik ben zo trots op Magita. Hij leert ook gewoon zo snel. Als ik een paar keer oefen op rust, dan gaat het ook eigenlijk vrijwel gelijk de wedstrijd. Daarna zie ik het gewoon het resultaat daarvan. Dus daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. En I love him so much. Moetje! Dus ja, ik ben zo blij. Nou, ik ben weer terug op stal en ik heb Mo net uit de trailer gehaald. En ik ben nog steeds super blij. Echt zo'n opluchting dat ik nu gewoon 10 winstpunten in de BF. En morgen ga ik lekker op vakantie. Dus het is eventjes helemaal even relaxen nu. En daarna ga ik heel hard trainen met hem voor de L. Dus ja, ik ben zo trots op hem gewoon. Ik bedoel, om na te gaan dat hij nooit echt goed Engels ingereden is. En dat hij dan nu dit allemaal voor me doet, dat ben ik echt zo trots op me. En ik ben echt zo blij met het. En hij is echt mijn, oh, een beetje tegen mijn toppertje. Dus ja, en ik ga hem nu lekker buiten zetten. En dan kan hij weer lekker buiten spelen. En vond jij dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou mijn vorige springwedstrijd nog zien? Check dan even deze video. Of wil je nou nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!